Welkom bij deze presentatie over University College Utrecht. Mijn naam is Kim Zwitserloot en ik werk op UCU als een van de docenten in economie. Ik ben daarnaast ook tutor en ik ben verantwoordelijk voor de werving van internationale studenten. Maar vandaag ga ik u alles vertellen over UCU in het Nederlands. Nou, om heel kort te beginnen. University College Utrecht is een onderdeel van de Universiteit Utrecht. Dat is een hele oude universiteit, zoals u misschien weet, opgericht in 1636. Wij zijn vrij jong, wij zijn pas 25 jaar oud dit jaar. Dit is 2023. We bieden een opleiding aan die Liberal Arts and Sciences heet. En die leidt tot een Bachelor of Arts of een Bachelor of Science titel, afhankelijk van welke richting je kiest. We bieden huisvesting aan. Al onze studenten studeren niet alleen op onze campus, maar de overgrote meerderheid van onze studenten woont ook op de campus. En het is heel kleinschalig. We hebben maar 750 studenten en dat zie je ook terug in de klassen, want we hebben gemiddeld 20 studenten per klas. Dus we hebben geen grote massale colleges, het is allemaal kleinschalige lessen. En als laatste, we zijn heel internationaal. Ongeveer de helft van onze studenten komt uit het buitenland, dat geldt overigens ook voor ons personeel. En er zijn meer dan 70 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd op onze campus. Nou, wat voor soort student zoeken we? We zoeken studenten die een brede academische interesse hebben. En dat zijn heel vaak studenten die zeggen dat ze eigenlijk niet weten wat ze willen. En in mijn ervaring is dat niet helemaal waar. Het is alleen dat ze gewoon heel veel verschillende interessegebieden hebben, waardoor ze niet weten waar ze op zich zouden willen focussen. Want er zijn natuurlijk gewoon heel veel dingen in de wereld die interessant zijn. Dus waarom zou je meteen moeten kiezen en je specialiseren? We zoeken studenten die nieuwsgierig zijn, intellectueel nieuwsgierig. Dus de studenten die in hun vrije tijd non-fictieboeken lezen, documentaires kijken, naar podcasts luisteren. Die als je een gesprek met ze hebt al heel vlug zeggen, joh, ik heb een theorie over de wereld, ik heb iets heel interessants gelezen, ik wil het erover hebben. Studenten die in een omgeving willen wonen die divers is en internationaal. Studenten die bereid zijn om hard te werken. Je krijgt heel veel mogelijkheden op UCU, heel veel kansen, daar gaan ook echt deuren voor je open. Maar daar staat wel tegenover dat je echt je schouders eronder moet zetten. University College Utrecht is een honors college. Dus dat betekent dat de werklast hier hoger ligt dan bij andere programma's ligt. Dus je moet wel bereid zijn om die uren en die tijd en die energie erin te steken. En als laatste, we zijn op zoek naar studenten die sociaal betrokken zijn. Die een bijdrage willen leveren aan de wereld. Dat kan op grote schaal zijn, met vrijwilligerswerk in de gemeenschap of misschien met activisme. Maar het kan ook op hele kleine schaal zijn. Studenten die onderdeel zijn van de musical, die in de schoolkrant zitten. Dat soort dingen. Nou, waar we het vandaag over gaan hebben, zijn eigenlijk studeren op UCU. Wat betekent Liberal Arts and Sciences? Wat houdt dat in? Wat betekent dit om hier te wonen? Wat kun je na University College Utrecht doen en hoe zit het precies met de aanmeldingen en de financiën? Nou, om te beginnen met het studeren hier. Zoals gezegd, we bieden een opleiding aan die heet Liberal Arts and Sciences. En dat betekent dat je verschillende vakgebieden combineert. Je studeert dus niet maar één ding, maar je combineert echt verschillende academische richtingen. En het idee daarachter is eigenlijk heel erg simpel. De wereld is niet disciplinair, dus waarom zou je die alleen vanuit één discipline willen bestuderen? Als je een beter inzicht wil krijgen in hoe de wereld werkt, dan helpt het als je ernaar kan kijken vanuit verschillende gezichtspunten. En dat is precies wat wij bieden. Als je bijvoorbeeld nadenkt over klimaatverandering, je moet natuurlijk iets weten over aardwetenschappen, over natuurkunde, over biologie, over scheikunde. Maar daarnaast, als je daadwerkelijk wil werken aan een oplossing, dan is het ook nuttig als je iets afweet van internationaal recht. Of van internationale politiek, van de verschillende instituties en wat zij kunnen doen. Als je iets weet van antropologie, dat is de studie van cultuur, of zelfs van religieuze wetenschappen, dan kan je dat helpen met te begrijpen wat de rol is die natuur speelt in het leven van mensen. Zien ze mensen als onderdeel van de natuur? Of zien ze mensen als iets wat los staat van de natuur? Dat maakt verschil uit voor de oplossingen die je gaat vinden. Dus juist door die verschillende vakgebieden te combineren, doordat je op verschillende manieren kan nadenken over een onderwerp, daardoor kun je juist een beter begrip krijgen. Nou, hoe ziet Liberal Arts and Sciences op University College Utrecht eruit? Nou, bij ons hebben studenten volledig de vrijheid om zelf te combineren wat ze willen combineren.
Je ziet hier alle vakgebieden staan op deze slide. We bieden dingen aan in de geesteswetenschappen, in de sociale wetenschappen, in de natuurwetenschappen. En studenten kunnen combineren wat ze willen. Dat doen ze niet alleen. Elke student krijgt een persoonlijke tutor, een persoonlijke academische adviseur. Die hebben ze ook voor de volledige 3 jaar die onze opleiding duurt. En die helpt ze met nadenken over van wat past er bij jouw interesses, wat past er bij jouw manier van denken, bij wat je in de toekomst graag zou willen doen. Nou, het is een van de dingen die ik zelf ook doe. Ik ben ook tutor. En ik heb tutees die combineren bijvoorbeeld wiskunde met natuurkunde en economie. Omdat ze heel erg van wiskundig modelleren houden. Maar ik heb ook studenten die combineren politieke wetenschappen met aardrijkskunde, human geography en geschiedenis. Ik heb studenten die combineren antropologie met mediastudies en literatuur. Maar ook bijvoorbeeld studenten die een pre-med programma doen. En dat is een voorbereidend programma op geneeskunde. Dat is een combinatie van biologie, scheikunde en geneeskundige vakken. En die combineren dat bijvoorbeeld met performing arts, met theater en dans. Dat kan allemaal. Het enige wat je wel echt moet weten en wat je ook echt in je achterhoofd moet houden, is dat het echt gaat om die combinatie van verschillende vakgebieden. Je kan maximaal ongeveer een kwart van je vakken in één vakgebied doen. Dus je moet echt een bredere interesse hebben. Je kan niet te zeer gefocust zijn voor ons. Mocht je daar meer over willen weten, wil je meer details weten, dan kun je de QR-code op deze slide scannen en dan word je naar onze website geleid. We bieden een aantal speciale programma's aan. We bieden 2 dubbele diploma's aan. Eentje met Nederlands recht en eentje met natuurkunde. Die zijn allebei iets langer, 4 jaar, maar op het einde daarvan krijg je 2 verschillende bachelordiploma's. 1 in Liberal Arts and Sciences. En dan 1 in Nederlands recht of natuurkunde. We bieden een cultureel erfgoedprogramma aan. Daar zijn bijvoorbeeld stages bij betrokken in het Van Gogh Museum, maar ook bijvoorbeeld in het Rijksmuseum in Amsterdam. Een ondernemerschapsminor, als je je eigen bedrijf wilt beginnen. Een voorbereidend programma op geneeskunde. Een UCU in Oost-Afrika programma. Dat bestaat uit een veldcursus in Tanzania of in Kenia, gevolgd door een stage. En die is open voor iedereen uit alle vakgebieden. Dus dat kan gaan om aardwetenschappen, het kan gaan om antropologie, afhankelijk van wat de student studeert. Je kan naar Aruba gaan om daar data te verzamelen voor je scriptie. We bieden zogenaamd community engaged learning vakken aan. Daarbij gaan studenten echt de gemeenschap in om samen met de gemeenschap data te verzamelen en inzicht te proberen krijgen in wat er precies aan de hand is. We bieden vakken aan waarin verschillende disciplines gecombineerd worden. We hebben bijvoorbeeld een vak over evolutie, dat bekeken wordt vanuit het perspectief van de biologie, psychologie, filosofie en ook nog andere vakgebieden. Je kan studentassistent worden van onderzoekers als je weet dat je in de toekomst door wil in de academische wereld. En je kan naar het buitenland voor een semester. Nou, onze uitwisselingspartners, de universiteiten waar je heen kan, die zitten verspreid over de hele wereld. Onze grootste partner is de University of California. Bijvoorbeeld San Diego of Berkeley. Maar je kan ook naar Canada, naar Peru, naar Australië, naar Singapore, naar NUS. Je kan naar Yonsei in Zuid-Korea. Je kan naar India, Japan, China, Marokko, Sciences Po in Frankrijk. Verschillende partners in het Verenigd Koninkrijk, in Spanje, noem maar op. We hebben meer dan 50 verschillende partneruniversiteiten. En los daarvan biedt de Universiteit Utrecht, waar we natuurlijk onderdeel van zijn, nog 90 extra bestemmingen aan waar je ook heen kan. En het mooie hieraan is dat je gedurende je uitwisseling het collegegeld betaalt aan UCU en niet aan de universiteit in het buitenland. Nou, als is al eerder gezegd, we zijn een hele kleinschalige opleiding en dat komt ook terug in de klas. Studenten hebben ongeveer 14,5 uur per week les, dus echt momenten dat ze in de klas moeten zijn. En daar komt bij dat er heel regelmatig toetsmomenten zijn. Elke 4 tot 5 weken is er eigenlijk wel iets. Dat kan een essay zijn, een paper, het kan een presentatie zijn, een geschreven tentamen. Het kan een simulatie zijn, een debat, verschillende opties. Maar er zijn eigenlijk voortdurend elke 4 tot 5 weken toetsmomenten. De klassen zelf hebben gemiddeld 20 studenten in een klas. De introductieklassen die zitten vaak vol, dan heb je ongeveer 28 studenten. Hogere niveau vaak, we zijn vaak wat kleiner. En dat betekent ook dat de lessen heel interactief zijn. Dat zie je ook aan de klaslokalen als je die binnenloopt. Ze zijn echt opgezet in een U-vorm, zodat iedereen elkaar kan zien, zodat er echt een gesprek mogelijk is. En het is echt het idee dat de docent samen met de studenten het materiaal behandelt en dat het dus een hele actieve vorm van onderwijs is.
Je hebt heel veel mogelijkheden op UCU, heel veel vrijheid om zelf je eigen keuzes te maken, maar je krijgt ook heel veel ondersteuning om je daarbij te helpen. Ik heb al eerder de tutor genoemd, dat is echt een academische adviseur. Los daarvan is er in elk vakgebied ook een zogenaamde fellow beschikbaar. En dat is een professor die je kan helpen met nadenken over masteropleidingen, die je kan helpen met bedenken van wat wil ik voor mijn scriptie doen en wie is daarvoor mijn juiste begeleider. Er is een Writing and Skills Center waar studenten hulp kunnen krijgen met het schrijven van essays, maar ook met statistiek en presentatievaardigheden. Een Future Center, een carrièrecentrum eigenlijk, waar je hulp kan krijgen met het maken van een CV, het voorbereiden van een interview, het schrijven van een sollicitatiebrief, maar ook aanmeldingen voor masteropleidingen, dat soort dingen. We hebben een uitgebreid peer support systeem en dat zijn eigenlijk studenten zelf die getraind zijn om medestudenten te helpen met levensvaardigheden, met alles wat erbij komt kijken om overeind te blijven in dit leven. En los daarvan hebben we ook een aantal professionals in dienst die werken voor het Connect Center, die zich ook bezighouden met alle counseling en die je nodig kan hebben bij de niet-academische dingen die erbij komen kijken. Nou, om uit te leggen hoe ons curriculum in elkaar zit, ga ik u twee voorbeelden geven van curricula van studenten die al afgestudeerd zijn. Maak het net even wat concreter. Het is een 3-jarige opleiding en in het eerste jaar is het idee echt gewoon dat je gaat verkennen. Probeer vakken uit, kijk of je het bevalt. Als je het leuk vindt, ga je ermee door. Maar er zullen ook vast vakken zijn die heel anders zijn dan je verwacht had. En dan doe je één vak, prima, en dan vervolgens ga je daar niet mee verder. Dat kan. In het tweede jaar verbind je je aan een zogenaamde major. Nou, een major kan science, social science of humanities zijn, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen of natuurwetenschappen. Maar je kan ook een combinatie van die dingen doen, want het gaat echt om de combinatie van die vakgebieden. En een major is nog altijd multidisciplinair. Dus je combineert nog steeds altijd verschillende vakgebieden, maar vanaf je tweede jaar ga je echt focussen op de richting die je op wil. En dat eindigt dan in je 3e jaar met een eindejaarscriptie. Los daarvan kun je elke zomer ook nog vakken doen. Dat loopt van ongeveer eind mei tot en met eind juni. En dat is gratis, dat zit bij de prijs inbegrepen en dat zijn gewoon extra opties. Om te kunnen afstuderen moet je wel aan bepaalde afstudeereisen voldoen. Nou, als je onderzoek gaat doen, heb je daarvoor natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig. Als je de natuurwetenschappen gaat doen, dan moet je het laboratorium in. Als je sociale wetenschappen gaat doen, heb je iets van statistiek nodig. En voor de geesteswetenschap iets van logica en de analyse van taal en van gesprekken. Dus dat zijn vakken die verplicht zijn om af te studeren in die richtingen. We willen dat alle van onze studenten minimaal één andere taal goed beheersen. Dus daarom vragen we ook van ze dat ze een taal doen. Dat kan Duits, Spaans, Frans, Italiaans, Chinees, gebarentaal, Arabisch en voor de buitenlandse studenten ook Nederlands zijn. Het kan best zijn dat ik een taal vergeten ben, maar je kunt het overzicht hiervan op onze website terugvinden. En als laatste afstudeereis willen we ook dat iedereen de verschillende manieren van denken over de wereld heeft gezien. En daarom vragen we van al onze studenten dat ze minimaal één vak doen in de geesteswetenschappen, één vak in de natuurwetenschappen en één vak in de sociale wetenschappen. Nou, dan ga ik u twee voorbeelden laten zien. En het eerste is van Jikki Vallaris. Zij is afgestudeerd in 2013. En ze heeft bij ons gefocust op politieke wetenschappen, filosofie en China Studies. Ze is begonnen met een vak wat een vrij uniek vak is op UCU, Research in Context. Het is namelijk het enige vak dat al onze studenten nemen. En het is een introductie tot de universiteit. Hoe werkt onderzoek hier? Hoe werkt dat binnen de verschillende afdelingen? Hoe weet je of een bron betrouwbaar is? Hoe verzamel je informatie? Dat soort dingen. Vervolgens heeft ze in de geesteswetenschappen literatuur, performing arts, theater, dans, dat soort dingen. En wereldfilosofieën gedaan. Literatuur besefte ze, ik vind het heel interessant, maar het is niet iets wat ik wil studeren. Dus prima, één vak gedaan en daarbij gehouden. Hetzelfde met performing arts. Ze is heel actief geweest op onze campus. Heel veel theater gedaan, heel veel toneel. Maar besloten om voor haar studie dan niet mee door te gaan. Wereldfilosofie daarentegen wel zeer interessant. Dus ze besloten, oké, hier wil ik mee verder in mijn 2e jaar. Maar verder heeft ze in haar eerste jaar ook nog economie gedaan en human geography, zeg maar de sociale kant van aardrijkskunde. Ze heeft voor haar natuurwetenschappelijke vereisten heeft ze een introductievak gedaan in natuurkunde en scheikunde, een soort van basiskennisvak.
Frans voor haar taal, omdat ze op dat moment nog overwogen om in Brussel te gaan werken voor de Europese instellingen. En een vak wat een introductie tot methode en statistiek is. In het tweede jaar meer filosofie, een senior seminar in filosofie, een vak over ethiek en filosofie van de menselijke natuur. Meer economie, macro-economie om precies te zijn, en daarnaast politieke wetenschappen, politieke filosofie, internationale betrekkingen en een vak wat echt gaat kijken van, nou, wat is de laatste stand van zaken? Wat is het meest recente onderzoek binnen de politieke wetenschappen? Daarnaast meer methodologievakken, nog een vak in statistiek, een vereiste om af te studeren in de economie en in de sociale wetenschappen, als ook een vak wat kijkt naar de verschillende methodologieën binnen de geesteswetenschappen. En vervolgens heeft ze in de zomer een vak gedaan wat eigenlijk haar verdere leven bepaald heeft. Ze heeft namelijk het vak Introductie tot de Chinese Talen en Cultuur gedaan. En besefte dat ze dat eigenlijk gewoon helemaal fantastisch vond. Dus in haar derde jaar is ze daarmee doorgegaan. Meer Chinese taalvakken. Een vak over de urbanisering van de Chinese maatschappij. Nog een aantal politieke wetenschappenvakken. Advanced International Relations and the Politics of Economic Regulation. En vervolgens ging haar scriptie over het beleid van China in wat betreft de economie in de 20e eeuw. En vervolgens heeft zij toestemming gekregen om in haar laatste semester nog een uitwisseling te doen. En toen is ze naar China gegaan en heeft daar een semester doorgebracht aan de Universiteit van Xiamen. Na UCU heeft ze een master gedaan van 2 jaar, waarbij 1 jaar in Londen was op de London School of Economics en 1 jaar in Beijing. Het was een master in internationale betrekkingen en op dit moment werkt ze voor het ministerie van Justitie en is daar een van de beleidsmedewerkers gespecialiseerd in China. Een heel ander curriculum is dat van Galras. Hij is afgestudeerd in 2016 en hij heeft zich gespecialiseerd in neurowetenschappen, de studie van het brein, van de hersens en celbiologie. Nou, ook hij begon met het vak wat iedereen moet nemen, research in context. Maar hij wist eigenlijk al vanaf het begin precies wat hij wilde doen. Hij wist, ik wil neurowetenschapper worden. Dus van in jaar 1 meteen 2 neurowetenschappenvakken. Evenals een calculusvak, verplicht voor de natuurwetenschappen. Een vak over de geschiedenis en de filosofie van de natuurwetenschappen. Als ook een introductie tot scheikunde. In de zomer is hij het lab ingegaan en heeft hij daar meerdere vakken gedaan waarbij je echt fulltime in het laboratorium bent. Voor de rest een introductie tot de filosofie en een introductie tot de economievak voor zijn breedte verplichting. In het tweede jaar doorgegaan met neurowetenschappen, een vak over spatial cognition. How do we make sense? Hoe zorgen we ervoor dat we snappen wat de ruimte is waarin we beginnen? Een vak over MRI-scans, imaging human brain functions. Een aantal biologievakken, moleculaire celbiologie 2 vakken, als ook een vak over de ontwikkeling van embryo's, genetica en over ziektes. Een vak over wat biologie en scheikunde combineert, biochemistry. En vervolgens voor zijn taalverplichting heeft hij Nederlands gedaan. In de zomer vervolgens een stage gelopen in het lab in neurowetenschappen. In het derde jaar is hij op uitwisseling geweest. Hij is naar de University of California gegaan, naar San Diego. Heeft er vakken gedaan in logica, filosofie en economie. Puur uit interesse, gewoon omdat de kans er was. Een methodologievak over data-analyse en modelleren. En nog een vak over cellular neurobiology. Dus echt die combinatie weer. Hoe zit het precies met celbiologie, maar dan specifiek in je hersens. Toen is hij teruggekomen, heeft hij de interdisciplinair vak gedaan over evolutie. 2 methodologievakken, 1 over structural equation modeling en eentje biostatistiek en vervolgens zijn scriptie ging over neurowetenschappen. Na UCU is hij doorgegaan in Oxford en heeft daar een psychologisch onderzoeksmaster gedaan en op dit moment is hij zijn PhD aan het afronden aan de Massachusetts Institute of Technology, MIT in Boston en die gaat niet verbazingwekkend over neurowetenschappen. Nou, dat is wat het betekent om hier te komen studeren. Maar, zoals we zeggen zelf altijd, bij ons studeer je niet alleen liberal arts and sciences, maar je leeft het ook echt. En dat komt vanuit die gemeenschap. Dat komt van het feit dat iedereen samenwoont op die campus. Nou, onze campus ziet er zo uit, zoals u ziet, een heel mooi plaatje. Mocht u bewegende beelden willen zien, dan kunt u de QR-scan scannen. En dan kunt u een campustour zien online. Alle studenten wonen samen op de campus en dan is ook echt het idee, je woont met mensen vanuit de hele wereld, je woont met mensen die allemaal hele andere dingen studeren en daar leer je gewoon heel erg veel van. Als je samen aan het koken bent, als je samen aan het eten bent, dan heb je gesprekken over waarin je ervaringen gewoon vergelijkt. Wat heb jij vandaag in je lessen geleerd bij aardwetenschappen, wat heb ik bij economie geleerd?
Wat heeft een andere huisgenoot bij filosofie geleerd? Hoe ziet dat thuis uit als je uit Italië komt? Hoe zien mensen uit Zimbabwe de wereld of mensen uit Japan? Al die verschillende denkbeelden, daar word je echt dagelijks, kom je daarmee in aanraking en daar leer je mee samen wonen, daar leer je mee samenwerken. En dat is gewoon een heel groot deel van het onderwijs. Omdat we weten dat dat een onderdeel van het onderwijs is, is het verplicht om op de campus te wonen de eerste 2 jaar. Het derde jaar, als je wil, kun je ergens anders gaan wonen in de binnenstad. Dat betekent ook dat huisvesting gegarandeerd is. Als je bij ons wordt aangenomen, krijg je een kamer op de campus. Dat is een gemeubileerde kamer. Vrijwel alle kamers zijn eenpersoonskamers. Er zijn ook een aantal gedeelde kamers en die zijn dan ook goedkoper. Je deelt een appartement met ongeveer 4 tot 12 studenten en die appartementen zijn gemengd. Dus het zijn eerste, tweede en derdejaars, mannen en vrouwen, Nederlandse en internationale studenten die allemaal samenwonen. Ook weer dat is bewust gedaan, als een bewust een mix, om ervoor te zorgen dat studenten zoveel mogelijk van elkaar leren. De campus zelf ligt in een woonwijk in Utrecht, in de oude Kromhoutkazerne, mocht u daar bekend mee zijn. En dat is ongeveer 10 minuten fietsen van de binnenstad. Dus het is echt heel erg dicht in de buurt van alles. De gemeenschap zelf is heel erg actief. Er is op UCU wel eens de uitdrukking, er is slaap, er is het sociale leven en je moet ook nog studeren. Kies 2 van de 3, want je kan het niet alle 3 tegelijk doen. Nou, dat zie je ook bij alle activiteiten, er gebeurt heel erg veel op de campus. Er zijn heel veel clubs, heel veel commissies, zoals wij ze noemen. Die kunnen te maken hebben met kunst, met dans, met muziek. We hebben altijd open mic nights op de campus, maar ook een ruimte waar bandjes kunnen oefenen en een aantal kamers met piano's erin. We hebben een sportcommissie, we hebben commissies die documentaires maken, die avonden regelen waarin allemaal bordspelen worden gespeeld. Van alles en nog wat te doen en zoals je kan zien is dit allemaal in het Engels ook. Dus een hele levendige campus. Utrecht zelf, nou, midden in het land, ongeveer een half uur van Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Elk kwartier ook zo'n beetje een trein ook. Echt een studentenstad, hele mooie stad om te wonen. Heel veel te doen, heel veel activiteiten, heel veel festivals, echt opgezet voor studenten. Dus gewoon ook een hele aangename stad om in te wonen. Nou, wat kun je na University College Utrecht doen? Je krijgt dus oftewel een Bachelor of Arts, oftewel een Bachelor of Science titel. Waarmee je door kan gaan naar een masterprogramma. Daar werk je ook echt met je tutor heel uitgebreid aan. En eventueel ook met je fellow. Ben je echt ervoor zorgd van dat je aan de ingangseisen van verschillende masterprogramma's doet. Ga op tijd kijken naar welke masters je wil doen. Wat je moet doen om in die masters aangenomen te worden. En je ziet dan ook dat vrijwel al onze studenten doorgaan naar een masterprogramma. Meer dan 90%. Ongeveer 60% blijft in Nederland. En dat kan echt in elke universiteit in Nederland zijn. Ongeveer 40% gaan naar het buitenland toe. Grappig genoeg zijn het vooral de internationale studenten die in Nederland blijven, terwijl de Nederlandse studenten meestal naar het buitenland gaan voor een master. En dan is het Verenigd Koninkrijk het meest populair. De London School of Economics komt vaker voor, University College London, King's College. We hebben elk jaar ook meerdere studenten die naar Oxford en Cambridge gaan. Ook altijd een aantal studenten die naar de VS gaan, New School, MIT, Harvard. Minder populaire optie, omdat dat natuurlijk ook een stuk duurdere optie is. Nou, als je Nederlands bent, als je een Nederlands paspoort hebt, dan kun je sowieso ook in Nederland blijven na je studie. Daar zijn voor de rest ook geen eisen voor. Nou, wat doen studenten dan na University College Utrecht qua masters? Nou, zoals het curriculum echt van alles en nog wat biedt, van geesteswetenschappen tot natuurwetenschappen, dat zie je ook terug bij de masterprogramma's. Studenten gaan naar heel veel verschillende dingen toe. En dat zie je ook terug in de carrières. Als tutor heb ik studenten begeleid die nu inmiddels gynaecoloog zijn of journalist, beleidsmedewerker bij een ministerie. Sommigen zijn hun eigen bedrijf gestart in duurzaamheid. Noem het maar op, ze komen echt overal en nergens terecht. Het enige wat echt opvalt, is dat onderzoek en onderwijs heel populair is. En dat is niet heel gek. We zijn een honors college. We zoeken studenten die heel erg van studeren houden, die kennis gewoon heel erg interessant vinden. En heel veel daarvan besluiten daar ook hun carrière van te maken. Nou, voordat ik u de volgende slide laat zien over de financiën, laat ik u eerst wat vertellen over hoe snel UCU studenten afstuderen. Bijna 80% van de studenten op UCU is binnen 3 jaar afgestudeerd, heeft zijn diploma. En bijna 100% heeft dat binnen 4 jaar. Zoals u kunt zien is er eigenlijk maar iets van 5% wat niet afstudeert bij UCU en besluit om toch iets anders te gaan doen.
Dat is een beduidend hoger percentage dan je bij veel andere studies ziet. Dus wij hebben gewoon heel veel mensen die afstuderen en ze studeren ook nog een keer snel af. Qua kosten, dat is de reden waarom ik u dat vertelde. Nou, we hebben eigenlijk twee verschillende kostenplaatjes afhankelijk van je paspoort. Als je een Europees paspoort hebt, en dat kan Europese Unie of Europese Economische Regio, Zwitserland of Suriname zijn, dan betaal je het lagere collegegeld. Dat is gesubsidieerd door de Nederlandse overheid. Als je een niet-Europees paspoort hebt, dan betaal je de kostprijs. Per maand, en hier zit bijna alles bij in, dus het gaat het om de huisvesting, dan gaat het om je collegegeld, je internetrekening, het repareren van dingen op de campus, het gebruik maken van alle faciliteiten op de campus, inclusief de sportschool en ook de kamers waar de wasmachines staan. Dat allemaal bij elkaar, dan zit je voor Nederlandse studenten, voor Europese studenten rond de 1000 euro per maand. Voor niet-Nederlandse studenten is het dus niet gesubsidieerd, dan zit je rond de 2000 euro per maand. En hier zit dus eigenlijk alles bij in, behalve maaltijden, uitgaan, kleding, reizen, dat soort dingen. Het collegegeld voor 2024-2025 voor Europese studenten is het 5.251 euro. Voor niet-Europese studenten, voor wie het dus niet gesubsidieerd is, is het 16.000 euro. Dat is ongeveer de kostprijs. Ze hebben ook nog een visum nodig. Dat heb je ook natuurlijk niet nodig als je een Europees paspoort hebt. De housing en campus fees voor 2024 zijn nog niet bekend. Dit jaar in 2023 is het 7.300 euro. Dat zal volgend jaar iets hoger zijn. Het precieze bedrag is onduidelijk, maar ga uit van een stijging van iets minder dan 10%. En nogmaals, het is dus een gemeubileerde kamer met alles erbij inbegrepen. Nou, je hoeft niet alles in één keer te betalen elk jaar. Je kan in verschillende delen betalen. En je hebt natuurlijk ook recht op een basisbeurs als je een Nederlandse student bent. En ook als je een Europees paspoort hebt, kun je recht hebben op een basisbeurs. Maar dan moet je wel 32 euro in de maand werken. Europese studenten kunnen ook een collegegeldlening krijgen van de Nederlandse overheid bij Duo. Maar los daarvan bieden wij ook beurzen aan. En die beurzen zijn gebaseerd op behoeften. Dus hoeveel een student nodig heeft. En die beurzen zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor Nederlandse studenten. Dus mocht je denken bij de bedragen die ik je net liet zien, van dat is te veel, dat kan ik niet betalen, zelfs met ondersteuning van de Duo, meld je dan gewoon alsnog aan. Want je kan je ook aanmelden bij een beurs voor ons en dan vullen wij voor een deel dat bedrag aan. Los van de beurzen kun je elk semester gebruik maken van het zogenaamde Student Aid Fund. Dus als je bijvoorbeeld boeken moet kopen of er zijn excursies voor een vak, en dat is een bedrag dat hoger is dat je kan betalen, dan kun je bij ons ook vragen voor dat geld. En je kan natuurlijk ook altijd werken naast je studie. Nou, als je je wil aanmelden, je begint eigenlijk op dezelfde manier als de meeste studies in Nederland. Je begint met je aan te melden in StudieLink. Dan krijg je van ons vervolgens een e-mailtje die je doorverwijst naar Osiris en daar maak je je aanmelding af. We hebben een aantal documenten voor je nodig. En dat gaat erom dat we willen zien of je voldoet aan dat studentenprofiel. Dus om te zien of je academisch gezien sterk genoeg bent en of jouw interesses inderdaad breed zijn en of je nieuwsgierig bent, vragen we je om een Statement of Academic Motivation te schrijven. We stellen een aantal vragen aan je, die kun je terugvinden op onze website, waarin we gewoon vragen: wat wil je studeren? En waarom wil je dat studeren? En waarom wil je die combinatie studeren? Om te kijken of je een goede match bent voor de gemeenschap, vragen we je om een activiteitenformulier in te vullen. En dat is eigenlijk gewoon een overzicht van alle dingen die je doet als je niet op school bent. Dat kan de voetbalclub zijn, dat kan de schoolkrant zijn, dat kan theater of danslessen of sport zijn. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn dat je je ouders helpt in het familiebedrijf. Of dat je zorgt voor een zusje, omdat iemand anders dat niet kan doen. Het gaat echt om alle dingen die je gewoon doet als jij niet op school bent. Los daarvan willen we een cijferlijst zien. Mocht je al afgestudeerd zijn, dan willen we ook je diploma zien. Afhankelijk van of het nodig is, daar zal ik zo meteen meer over vertellen, willen we ook bewijs zien dat je Engels goed genoeg is. En we willen een aanbevelingsbrief ontvangen. En die aanbevelingsbrief die kan aangeleverd worden door een docent. En dat is een vragenlijst online. Dus het enige wat we van jou nodig hebben is het e-mailadres van een docent. En dan krijgt die docent een e-mail van ons met een link naar een website waar zij een vragenlijst kunnen invullen. In het Engels overigens. Nou, op basis van al die documenten kun je worden uitgenodigd voor een interview. En dat interview is altijd online. En dat is een gesprek met een van onze docenten. Om gewoon te kijken van joh, pas jij bij ons? Maar ook passen wij bij jou, want dat is echt een gesprek. Het is tweerichtingsverkeer.
Het is ook een moment voor jou om alles te vragen wat je wil vragen aan ons. Elk jaar hebben we ongeveer 250 plekken, afhankelijk van hoeveel kamers er vrijkomen dat jaar. En de afgelopen jaren hadden we ongeveer 1250 aanmeldingen. Nou, voor het VWO-diploma, we accepteren alle profielen. Je kan heel veel verschillende dingen bij ons studeren, dus het maakt niet uit welk profiel je op het VWO hebt gedaan. We vragen echter wel dat je gemiddeld een cijfer van 7 hebt voor al je vakken. Als je een 8 of hoger hebt voor Engels, dan hoef je geen verder bewijs aan te leveren dat je Engels goed genoeg is. Als je lager dan een 8 hebt voor Engels, dan vragen we dat je een toets doet. Dat kan een TOEFL-toets zijn, een Cambridge-toets of een IELTS-toets. Je kan het overzicht op onze website vinden met welke toetsen we accepteren en welke score we vragen. We hebben twee data om je aan te melden. Eén deadline is 1 december. Dat is de deadline die je wil gebruiken als je je wil aanmelden voor een beurs of als je al een besluit wil hebben in maart. Onze definitieve deadline is 1 februari. Dan krijg je een antwoord voor 1 mei. Maar dan kun je dus niet meer aanmelden voor een beurs. Mocht je langs willen komen, mocht je denken van dit klinkt interessant, ik wil hier meer over weten. We hebben open dagen in maart en in november. Gedurende het semester, en het semester loopt van ongeveer eind augustus tot en met de kerst en van eind januari tot en met half mei, en ook vervolgens in juni. Gedurende die weken zijn er ook altijd campustours elke week waarvoor je online kan aanmelden. We hebben op dit moment een paar kleinere open dagen, de zogenaamde Discovery Days in december en januari. Die kun je terugvinden op onze website. En er zijn natuurlijk gedurende het jaar meerdere online evenementen op sociale media, verschillende webinars. Ook bijvoorbeeld student takeovers op Instagram en campus tours op Instagram. Dus we hopen u terug te zien op UCU. Mocht je dit interessant vinden, je kan je ook aanmelden voor onze nieuwsbrief via de QR-code die je hier ziet. En dan houden we je op de hoogte van alles wat nieuw is. Dus misschien tot ziens op University College Utrecht.